De mannen van Engeland trainen in het grote stadion. Onze Belgische Red Panthers doen hetzelfde op een oefenveldje ernaast. Eén dag voor het EK begint zijn de vrouwen er klaar voor. Et je pense vraiment on a fait une bonne préparation. On a mis toutes les chances de notre côté et maintenant on est prêt pour commencer. Comment ça va avec le stress? Pour le moment, ça va. Je crois personnellement parfois l'entrée dans le stade quand tout le monde crie fait un peu monter le stress, mais c'est un stress positif, c'est quelque chose qui booste et qui motive quoi. Ik denk dat we heel hard hebben voor getraind en ja, je voelt het gewoon, er een enorme grote energie zit in de groep en we hebben ook grote ambities en we zitten. Het is ontzettend warm, dus de training is wat losjes en heeft eigenlijk weinig om het lijf. En dat mag u ook letterlijk nemen. Er heerst een prima sfeer, dat wordt ook duidelijk geïllustreerd bij de laatste oefening. Ja, kijk, we zijn heel intens en heel serieus bezig en ik vind dat een fun moment ook erbij moet horen. On avait fait un petit concours de shots et bon, les premières devaient rien faire, les deuxièmes devaient sauter comme ça et les troisièmes ont dû faire un Harlem shake. On nous avait promis que ce serait pas filmé, mais visiblement, c'est raté. Mais oui, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que l'atmosphère ici est tout bien. Oui, il y a vraiment une chouette ambiance dans l'équipe. Et oui, c'est super chouette. Dat was de bedoeling ook om een keer goed te lachen. En dat doen we al genoeg hoor, daar gaan ze hem niet over. Maar om op training het zo een keer te doen is ook leuk. Hopelijk zorgt de goede stemming in de groep voor een uitstekende campagne. De vrouwen spelen morgen tegen Wit-Rusland. De Belgische hockeymannen die in de vooravond kwamen trainen, spelen morgenavond tegen Duitsland.